Goedemiddag, dames en heren. We zijn hier nu in GTI te Beveren bij een zevende specialisatiejaar in houtwerking. Hallo, we zijn hier te VTS 2 Sint-Niklaas en we gaan wat vragen stellen aan de leerlingen van houtwerking. Stel alsjeblieft eens je werkstuk voor. Wij zijn raam aan het maken uit Sipo voor de wasplaats, voor nieuwe lokalen, voor de praktijklokaal en Tirulkaal en een gedeeltelijk voor opslaghout. Het werkstuk is gemaakt uit Sipo uit Afrika. Het is FSC gelabeld oude hout. Dus de mensen in Afrika verdienen er ook iets aan, ze hebben daar een eerlijke prijs voor gekregen. Plantenpak voor de VZW de Kuppen. Het bestaat uit thermogoed. Het is duurzaam en geleend. VZW de Kuppen, dat is een vakantiecentrum voor minder valide. Ze hebben een tuin en deze is gemaakt voor rolstoelgebruikers. Goeiedag, wij zijn van het PT in Zottenham. Wij gaan voor het project van Bos Plus een picknicktafel maken die in het bos bij het school wordt geplaatst, waar leerlingen kunnen komen picknicken terwijl ze les krijgen over het bos. We gaan een tafel maken uit duurzaam hout. En dat duurzaam hout, dus dat wil zeggen hout dat wordt gekapt in, onder ecologische omstandigheden, wat dat verantwoord is. Dat iedereen daar goed uitkomt. En dat is door het FSC-label. Wij hebben een deur gemaakt in paddoek. Een kapeldeur. Volledig in paddoek met een kruis in het midden. Dat is ook FSC-gelabeld hout. Om, voor een project eigenlijk dat we hebben gedaan. FSC-gelabeld is beter. Er worden nieuwe bomen geplant in de plaats. Mijn werkstuk is mezzanine met een bordestrap aangesloten voor de klas van juf Kaat. Wat is er volgens u duurzaam aan uw werkstuk? Mijn spanhouten van tussen mijn bouwklaagconstructie en mijn steunlatten van mijn bouwklaagconstructie. Dat is dan allemaal afvalhout? Ja, dat is afvalhout. Dank je. Die tuinbank en die is nu af. En die zou moeten dienen om in een rust. in een rustsoort te staan. Om te samen met een parholia of wat dat ook noemt. Dat zou daar moeten dienen om de bejaarden. Als ze in een oude dag. Een beetje in de zon zitten of zo, dat ze dan rondom hinder. Ze hebben ook een paar bloembakken moeten maken. Wel, dat ze dan op hun gemak zo keer, een bloemetje kunnen planten of zo. En kijk, zoals je ziet, wij zitten en ze zit stabiel. Kun je jouw werkstuk eens voorstellen, alstublieft? Ja, dit is een beverbox, opgebouwd uit allemaal duurzame materialen, of die dat toch in ieder geval FSC gelabeld zijn. Dat is eigenlijk gemaakt in opdracht van Bos Plus en Beveren, de gemeente Beveren. In de beverbox wordt er een tablet bevestigd waar mensen verschillende vragen over duurzaam leven kunnen beantwoorden en hoe ze het eventueel kunnen verbeteren. De beverbox wordt gebruikt op evenementen in het Waasland en lagere scholen en ook middelbare scholen. De software wordt dan aangepast naar de leeftijd van de leerlingen. I'm running.
Vind jij duurzaam houtgebruik persoonlijk belangrijk of niet? Ja, ik vind dat belangrijk omdat als er niet duurzaam met hout omgaat, dan gaat er binnen de kortste keren geen hout niet meer zijn. En, ja, dan moet je geen houtwerk niet meer worden. Ik vind dat je zeker hout moet aanplanten terug als je iets omkapt. Voor, ja, gewoon voor onze opvolgers ook. Ja, ik zou wel voor label uitgaan omdat je in alle omstandigheden, ook al is voor wij een klein projectje, gewoon omdat je dan die mensen die. Wat zijn die houtkappers in die bossen, dan als ze tenminste een eerlijke loon hebben. Dus ja, ik zou altijd voor label uitgaan voor die mensen te helpen. Ik vind dat toch wel belangrijk. Ik hoop dat iedereen daar toch wel aan meedoet, want anders is binnen een paar jaar de wereld om zeep en dan is er geen hout meer. I'm